Yo, kijkers van IMT, vandaag met een nieuwe aflevering van GTA 3. Ik ben alvast even naar onze Tony gegaan, of hoe heet de gozer precies mag heten. Kijk, try your hearts on Treblins, als iets het staat. We're at war. The Triads have a fish factory as a front. Most of their business goes down at the fish market in Chinatown. The laundry still owes us protection. They reckon the Triads are protecting them now, so I say we exact a fitting punishment. Take those boys over and whack the Triad warlords. Hell, if you get a chance, pop some of their soldiers too. Ah, we gaan een ballonnetje prikken. Ik wil gewoon lekker hier achterin stappen. Gaat het? Nee, jammer. Nou, ben ik random stil gaan staan, maar dan ga je natuurlijk dood. Wat dacht jij zelf dan? Jij kon blijven leven. Je hebt te veel gezien. Jij wordt namelijk uitgeroeid daarom. Hey, ik heb shotgunkogels. Maar ik kan nu niet schieten. Ik wil eerst zo ver mogelijk. Maar langzaam maar steeds dichterbij. Wat was dat? Oh, oké, okay, zeg genoeg. I know enough. Hoppa. Is dat Triad Fish fan? Oh, dat zou geregeld moeten kunnen worden. Oh, dat was dus een boom. Oh, dat was helemaal geen boom. Dat is heel wat anders. Nou, het is een andere gaan doen dan. Lekker spookrijden, jongen. Wow, oh. Reek hier de vorige keer ook niet met die race? Ja. Dat was de vorige keer hier. Jongen, schiet nou niet. Ik heb jullie ook niks misdaan. Kijk, hier is wel een fish truck. Zullen we hem even jatten? Up en down. Dit wapen toch even iets fijner. Kijk, zo. Schiet ietsjes beter. Ik wil heel graag weg hier nu. Als het mogelijk is. Wegwezen. Mijn auto is gespawnd. Dat is alleen niet zo handig. Get in. Dat vond ik iets erg leuk voor jullie. Zo, daar gaan we. Kom, door, tuffen. Doe maar zonder hem. Klop. Die zijn down. Daar heb ik geen last meer van. Even zo'n vrachtwagen jatten. Ik wil even langs het hospitaal rijden. Gooi dat er snel ingestapt is. Nou. Dat is mijn plek voor twee. Ah, kijk. Even langs het ziekenhuis, denk ik. Dat is denk ik eerst even verstandig. Volgens mij was dat hier af. Of niet. Nee, het was hier naar beneden. Een stukje zo. En uiteraard is net Nederland. Begint ik weer random te regenen. Dat draaien. Kijk, hierachter moet ik zo meteen zijn. Maar dat vind ik nog niet echt betrouwbaar op dit moment. Met 19 HP over. Dus dat gaan we even niet proberen. Want ik kan je nu al vertellen, ik ga dood. Wow, wow, wow. Al die lantaarnpalen die inspawnen. En we zitten toch heel dicht bij het ziekenhuis. Dat is namelijk hier. Zullen we ze overheen rijden? Hoe knap was dit?
Moet je er niet zomaar bij neer gaan vallen, hè? Zo zijn wij niet getrouwd. Knop was dit. Ik druk een of andere random knop in. Nee? Die? Nee, die niet. Welke knop? Niet die dus. Nee, het was geen opnameknop in ieder geval. Dat is replay. Dan gaan we even kijken in de settings. Als ik zo moet ronddraaien, ben ik helemaal gek. Oké, nou eens even kijken. Backward, nee. C. Kijk, zo was dat. Maar ik druk die knop ook al een aantal keer in. Nee, het werkt niet. Kijk, zo moest dat. Problemo resolved. Ik kan even zo'n body armor halen. Nee, het is niet echt nodig, is body armor. Waarschijnlijk is dat niet nodig. Oh, iemand heeft een beetje wateroverlast. En de brandweer heeft geen water meer. En de hondjes kunnen er eens tegenaan plassen. Ik heb echt meer medelijden met de hondjes dan met de brandweer. Hier moet ik zo meteen zijn. The gate will now be open. Ik weet niet dat die kwast het. We hebben eerst eruit moeten. Get out of the car. En mission passed. Allee, voilà. Keihard deze wat failed. Nog een klein beetje doekjes erbij. Hey, hidden package. Weer een klein beetje geld erbij. Oké, volgende. Volgende T-missie. Beep, 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 beep. Ja, ga open dan. Goed zo. Oké, op naar S. Nee, op naar T. Gaan we eerst T even doen. Maar ik weet dat de game nou bijna klaar is. Ik ligt achter nog helemaal dan. Dat kon ik zo zien. Wacht even. Twee politiesterren hier. Oh, maar dat wist ik niet. Oké, op naar T. Dan gaan we eens kijken of daar nog het leukste beleven is. Niet schieten, jongens. Bam, al die kratjes kapot. Even kijken. Oh, T zit aan de andere kant van het blok. Remmen. Hier naartoe. Ik neem precies dezelfde route als vorige keer. Ik heb precies dezelfde wegen in. Precies dezelfde fouten. Drive slower! Drive slower! Hier moet ik dan zijn. Voilà. Mission 2 of this episode. Het zou te doen moeten zijn. Blow fish. Oké. I've had enough of this shit. We're gonna finish the triads and Liberty once and for all. Eight Ball's rigged a dust cart with a bomb. It's on a timer, so if you mess up, there'll be no evidence. Go and pick up the dust cart. Careful. Eight Ball says it's real sensitive. The slightest bump could set that thing off. Their fish factory will open its gates for a dust cart, so you can drive right in. Park up between the gas canisters and get the hell out of there. I want it to rain mackerel. We're talking real biblical here. Nothing low budget. Kijk, we gaan hidden booms doen. Moet ik nergens tegen narijden binnen een bepaalde tijd. Dat klinkt als een hele uitdaging. Alleen dat binnen een bepaalde tijd niet zo heel moeilijk zou moeten zijn.
Je gaat nergens tegenaan rijden. Dat gaat het probleem worden. Want de physics in deze game laten nog wel eens te wensen over. Zoiets. Oh, zo'n garbage truck. Auw. Bloep. Oké, 2 minuten 30. Nou, hoop ik dat zo min mogelijk damage rij. Nee, dit ding dat rijdt voor geen ene meter. En het is zo langzaam als maar kan. Het zou te doen moeten zijn, neem ik aan. Ik kan gewoon over het langs rijden. Als ik eenmaal tempo heb, dan gaat het denk ik wel goed. En zodra ik moet remmen, gaat het fout. Kan ik hier niet gewoon langs? Ik kom er gewoon langs, zie je? Of heb ik er nog fout? Zet het beeldje af. Kijk, dat kan gewoon. Maar nieuw daar. Kan ik hier nog langs volgens mij? Dan moet ik deze kant op. Dan kan ik gewoon die kant kunnen nemen. Ah nee, damage. Fuck u. Ah, een kleine beetje damage kan er ook nog wel bij. Hoppa. Come on, let's go. Ik weet niet precies waar ik moet parkeren, maar... Ik kom snel genoeg achter. Activate de bom. Niet zo. Bomb armed. Klik erop, jongens. Even wat ik wil is dat. Die bom doet. Mission passed. Die erf vindt, ik neem wel een vrachtwagen van jullie mee. Nu. Ik ben dicht bij het ziekenhuis, dus ik neem meteen eventjes wat EMBO-kistjes mee. Om mezelf te healen. Wah! You spin my head round and round, round and round, round and round. Ah! I don't care. Ja, toch niet nodig in de maatschappij. Dat stond toch alleen maar in de weg. Kijk, we moeten even het hospitaal. Dan gaan we zo meteen verder met S-missies. Is dit de volgende S-missie dat een nieuw stuk land wordt unlocked? Heel toevallig. Iets kan ik nog herinneren, heel vaag. Nou, laten we er maar heen gaan voor de volgende episode. Dus ik zeg, laat een like achter, vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Tjus.